Dit is groep 8 van de 7 Sprong uit Scherpenzeel. De klas gaat op musicalkamp om een eindmusical in te studeren en krijgt daarbij hulp van de professionals uit het musicalvak. Dit is de eindmusical. Het is nog vroeg in de ochtend en de klas is klaar om te vertrekken naar het musicalkamp. Maar nog niet iedereen is er. Bo? Bo? Ja, maar... Tijn? Liv, weet jij misschien wat Tijn is? Natuurlijk is hij weer te laat, die sukkel. En hij reageert ook niet op mijn appjes, dus ik denk dat hij nog op de fiets zit of zo. Hij weet toch ook dat we om 9 uur moesten verzamelen? Tijn luistert soms alleen maar naar zichzelf. Dat is echt irritant, zeker als je zijn vriendinnetje bent. Ik heb het uitgemaakt met Liv. Maar jullie waren echt super klef altijd. Nee, zij was vooral klef. Heeft ze een ander of zo? Nee, ik vind dus juist iemand anders leuk. Wie dan? Jou. Daarom heb ik het dus uitgemaakt met haar. Niet alleen Tijn en Dani zijn nog niet bij de bus. Ook Bo is te laat. Ik weet gewoon niet. Wat als iedereen me uitlacht? Waarom zouden ze je uitlachen? Nee, joh. Ik heb er gewoon geen zin in. En ik heb buikpijn. Echt. Wat als ik opeens ongesteld word? Je maakt je veel te druk. Als dat gebeurt, kun je gewoon naar de juf of je belt mama. Je zou eens heel blij moeten zijn. Welke klas krijgt er nou de kans om op musicalkamp te gaan? En je vindt het hartstikke leuk om te zingen. Waar of waar? Ja, thuis, maar niet als iedereen luistert. Kom, loop ik wel even mee. Bespreek het wel even met je juf. Pap, ik ga wel in mijn eentje. Beloof je dat je tegen de juf zegt dat je bang bent in het donker? Dat er misschien een lampje aan kan? Kom, het wordt hartstikke leuk. Ik ben bang in het donker. Vind ik zelf ook super stom, maar het is wel zo. En ik denk niet dat het ooit nog verandert. Nova, Fenna, tas in de bus. Het is toch wel een hele verantwoordelijkheid, hoor, zo met de hele klas op kamp. Ik zou blij zijn als ik ze aan het einde van de week weer veilig af kan leveren bij mijn ouders. Echt gek, ik had nooit gedacht dat jij mij leuk zou vinden. Hoezo niet? Nou, Liv is echt heel anders dan ik. Maar echt heel leuk, ik heb nu nog veel meer zin in het kamp. Wat zou iedereen verbaasd zijn, man? Het is misschien beter dat we het toch even geheim houden, want het is natuurlijk best wel lullig voor Liv als ze weet dat ik het voor jou heb uitgemaakt. Snap je? Sorry. Bo, kun je vanaf nu alsjeblieft op tijd komen? Ja. Nou, hup, spullen erin en dan kunnen we de bus in. Wat goed van je, zeg. Ik dacht dat ze niet durfde en daarom verlaat had. Nou, hup, meiden, jullie ook de bus in? Waarom is iedereen zo traag vandaag? Ja. Normaal kunnen jullie niet wachten als je weg mag van school. Juf, is hij ziek? Ik heb geen idee, ik heb niks gehoord. Maar als hij er over 5 minuten niet is, dan vertrekken we echt zonder hem. Zij er? Oh, jongens. Ja, Dani's tas is kapot gegaan en ik heb er even geholpen. Ja, mijn rit sprong open en toen vielen al mijn kleren eruit. Nou, kom, hup, de spullen erin en dan kunnen we vertrekken. Je bent echt lomp. Dani is een soort jongen in een meisjeslichaam. Ik denk dat ze later lesbisch wordt of zo. It's hard to say goodbye. Oh, I tried couple million times, Mr. Million times. Oh, yeah. Gast, moet je opletten. Goeie prank. Wacht. Als je terug wil, moet je liedje zingen, hè? Nee! Zing dan. Zingen. Het klinkt overal, het zit in mijn hoofd. Muziek laat me nooit alleen. Wow. Ik zing voor mezelf, maar het liefst. Ik denk dat de rest niet zoveel kans heeft om een hoofdrol te krijgen. Oh mijn god, ik was zo niet. Jongens! Wat is dit? Kom, ga zitten. Kan houden. Rens, wat sta je er nog? Kom. Sorry. Waarom was je nou zo laat? Dani was gevallen met de fiets. Dat zag je toch? Met haar tas. Ik heb haar even geholpen. Geen idee waarom Liv net alsof deed dat ik haar geen DM via Instagram heb gestuurd om het uit te maken. Maar ja, bij Liv weet je toch nooit waarom ze doet wat ze doet. We zijn wel in een natuurgebied, maar dan hoef je echt niet meteen in hobbelen na te doen.
Hallo allemaal. Hallo. Het is zo tof hier. Juf, mogen we zelf kiezen welke kamers? Dit is Maurice en dit is Carlien. En zij gaan jullie deze week omtoveren tot professionele musicalacteurs. Ja, en daar hebben we geen tijd mee te verliezen. Dus over 30 minuten beginnen we al met repeteren. Ja, dus ik zal maar opschieten, want wie te laat is, die speelt de derde boom linksachter. Ik heb er sowieso om alleen maar met z'n allen te gaan keten. Laten we doen wie het minst gaat slapen deze week. Het minste? Oké, deal. Mm-hmm. Wow, kijk, vet! Zullen we daar liggen? Wow. Ja, is goed. Wow. Komen jullie bij ons? Gezellig. Ha, goed zo. Iedereen heeft zijn plekje gevonden. Komen jullie dan zo naar de repetitieruimte? Kunnen we misschien nog van kamers ruilen? Nee, Bo, dat kan niet. Nee, er is maar één meisjeslaapkamer. Vind je het niet gezellig met ons? Als ik jou was, zou ik me maar meer richten op de musical. Dan zorg je mommy boos toch eens niet de hoofdrol krijgt. Ik zou echt wel willen dat ik zoals Nova was. Die weet altijd meteen wat ze moet zeggen tegen iemand als Liv. We gaan beginnen met de eerste repetitie. Jullie eindmusical heet Prince Charming. En die gaat uiteraard over een knappe prins die met zijn hofhouding naar Amsterdam komt voor een klimaatconferentie. Nou, er zijn drie vriendinnen, Lily, Fleur en Nina. En die vinden de prins echt helemaal geweldig. Dus wat gaan ze doen? Ze sneaken zijn hotel binnen en proberen hem daar te ontmoeten. Maar in het hotel is ook nog een paparazzi-fotograaf. En die heeft er alles voor over om als eerste die foto te hebben van de prins en zijn nieuwe vriendin. Ja, en al die mensen gedragen zich anders. En om een beetje los te komen vandaag wil ik daarmee gaan spelen. Dus ik ga jullie zo meteen vragen om door de ruimte te lopen, kriskras door elkaar heen. En elke keer dat ik iets roep, gaan jullie anders bewegen, oké? En dan gaan wij als eerste bewegen als een aap. En met geluid, jongens, dat is heel goed. Maak geluid, kom op. En nu koninklijk. Ja, we willen koninklijke mensen zien. Je eigen koning en koningin. Fantasie koning, koningin, mag allemaal. De klas verblijft een week op dit musicalkamp en daar hoort uiteraard ook Corvée bij. Iets waar Liv en Noelle totaal geen zin in hebben. Ik snap dat jullie moe zijn, maar ja, iedereen heeft een keer Corvée. En vandaag is het jullie beurt. Echt stom. Zelfs thuis hoef ik dit niet te doen. Zijn er toch op een musicalkamp geen strafkamp? En thuis hoef ik al helemaal niet dat bord van die gore morris op te ruimen. Hoezo goor? Ik zag hem uit zijn neusbeer trainen en zijn bord afvegen. Echt smerig. Zoiets zou mogen ze echt niet doen. Hebben jullie Hidde gezien? Waarom kijk je zo vies? Omdat jongens schoor zijn. Welke jongens? Alle jongens eigenlijk. Behalve Tijn, maar goed. Dat telt niet, want Tijn is mijn vriend. Je vriendje? Ja, hoezo? Wist je dat niet of zo? Hoe kan Liv van niks weten? Tijn had het toch uitgemaakt met haar? Ik was eigenlijk wel benieuwd hoe Liv zou kijken als ik haar zou vertellen dat ik verkering heb met Tijn. Nou, voordat ik weet wie het wie is, is het toch altijd weer uit, dus het boeit me niet. We hebben al 6 weken verkering. Die leeft echt onder een steen. Ja. Trouwens, hoezo heb jij eigenlijk geen vriendje? Of ben je lesbisch? Wat maakt het jou nou weer uit wat ik ben? Of hoe is die een verkering met mij? Go back in time. I do things differently. Yeah, I wouldn't think twice. Ja, dus ik hoop wel echt dat jullie goed. Dames. Ja, ik hoop dat jullie wel begrijpen dat het echt een hele intensieve dagen gaan worden, hè? En dat jullie je slaap echt heel hard nodig hebben. Yeah! Jongens! Ja, slaap lekker! Tristan. Echt niet dat we al gaan slapen. En dat bepaal jij? Nee hoor, wij allemaal. We gaan proberen zo lang mogelijk wakker te blijven. Wat een dom spelletje. Echt iets voor kleine kinderen eigenlijk. Dus je doet mee? Oké, laten we opdrachten bedenken. Wie durft er naar de keuken te sluipen en een zak chips te pakken?
Niemand? Nou, dan doe ik het wel. Ik ga mee. Ik was best wel bang wat er zou gebeuren als de juf of Maurice of Carline ons zouden betrappen. Maar ik was nog veel bang dat Liv het licht uit ging doen en dat we in het donker zouden zitten. Dat is echt veel te opvallend. Nee, hier niet. Nou, die zou wel een no-fall aan kunnen. Ja, zeker wel. Ja, eigenlijk zien we toch meteen wie er talent heeft. Maar wie van de meisjes dan? Kon jij horen wat Maggie zei? Over die hoofdrol? Nee, maar boeien, ik wil toch geen hoofdrol. Kom. Ik deed wel alsof het me niks uitmaakte. Maar als ik heel eerlijk ben, eigenlijk lijkt het me best wel leuk. Een hoofdrol. I am still afraid of the dark. Ik was echt super blij dat Nova en Fena niet gingen slapen. Ik vond het best wel eng, zo in het donker, vreemd huis en het was er doodstil. Gaan jullie ook nog slapen? Ze maken toch geen kans op een rol. Ze willen de drie vriendinnen worden in hun dromen. Kan iemand tegen haar zeggen dat ze morgen bij de jongens moet gaan slapen? Ik weet best wel dat iedereen mij onaardig vindt. Maar dat is alleen maar omdat ik echt de stomste klasgenoten ever heb. Ik ben zo blij dat ik naar de middelbare school ga. Scheiterd. Laat me met rust. De volgende keer in de eindmusical. Dat? Ja, voor Bo. Wat heb je tegen me gezegd? Nou, dat wij verkering hebben en dat ik graag café met jou wilde, omdat ik wilde praten over Liv. Hè? Fena! Zeg, gaan jullie eens naar de repetitie? Nee! Ik wil zijn leven op het kamp gewoon zo stom mogelijk maken. Moet er maar niet zo'n rotstreek uithalen. Mogen wij meedoen? Zeker.